Maagd, welkom bij jullie reading voor het resterende gedeelte van de maand september. We gaan kijken wat eruit mag komen voor jullie deze laatste periode van de maand. We gaan beginnen met de helende engelen. Dit is voor iedereen die maagd in zijn zon, maan of ascendant heeft of een andere plaatsing. Crosswatchers zijn welkom. En we beginnen maagd met de kaart vriendelijkheid. Nummer 9. Dus ook nummer 9 kan nog belangrijk zijn, kan iets een speciale betekenis hebben of kan een cijfer zijn wat je vaak ziet in deze periode. We gaan de boodschap erbij nemen, maagd. Vriendelijkheid is nauw verbonden met liefde. Alleen iemand die in wezen goed is, kan een vaste medewerker worden van de helende engelen. De helende engelen zijn zo vriendelijk. We vergeten vaak hun aanwezigheid en toch leiden ze ons dag in, dag uit. We vergeten ze te danken voor hun lichte wijze leiding en toch schenken ze ons nog steeds hun aanwezigheid. De engelen hebben nog nooit het idee gehad om ons gedrag te veroordelen of ons een rapportcijfer te geven. In onze wereld wordt echter overal een cijfer aangegeven. We zijn er erg aan gewend anderen te beoordelen of veroordelen. Lukt het jou om een hele dag geen waardeoordelen te geven? Hoe mooi zou het zijn als je iedereen die je tegenkomt vriendelijk tegemoet zou treden? Dus vriendelijkheid. Maagd. Anderen niet beoordelen of veroordelen, geen waardeoordelen hebben, is de boodschap met deze kaart. En onder op het dek hebben we een ridder van zwaarden. Tweeling, weegschaal, waterman. Kan een energie zijn die naar je onderweg is. Het is een hele snelle energie, ook een energie van snelle verandering. En ik heb ook het gevoel dat er nog iets onverwachts te gebeuren staat, maagd. Want we hebben de toren onder die ridder van zwaarden. En de toren is ook iets wat je niet ziet aankomen. Iets waar je misschien wel op hebt gehoopt of wat je hebt geprobeerd te manifesteren. Want ik zie de staven 3 onder die toren liggen. Universum. Wat is de boodschap voor maart voor het resterende gedeelte van de maand september 2024? Boodschap voor het sterrenbeeld maart. 3 kaarten alsjeblieft. Voor het sterrenbeeld maart, ja, dank u wel. We hebben de pentakels 6. Een hele mooie kaart. Oh, en we hebben er al 3. We hebben de ridder van staven. Boogschutterenergie. En we hebben de pentakels 5. Na die 5 komt de 6. Dus die pentakels 5, dit kan te maken hebben met een soort van verlies wat je hebt geleden. Of een gevoel van niet goed genoeg te zijn, een gevoel van eenzaamheid, alleen gelaten, een gebrek met die pentakels 5. De ridder van staven is iemand die heel enthousiast is, gemotiveerd, avontuurlijk, charmant. En van de andere zijde kan het ook een soort van player-energie zijn met die ridder van staven. Iemand die in en uit is, zijn hart volgt, zijn passie volgt, maar heel gedreven. En dan onder op het dek hebben we de dwaas. Dus ik heb het gevoel dat er snelle veranderingen gaan plaatsvinden, maagd. En dit kan te maken hebben met een situatie waarin je het gevoel hebt, er ontbreekt iets of er is een bepaald gebrek aan financiële middelen. En die dwaas heeft ook te maken met een soort van risico nemen. In het diepe springen, positief denken, een nieuw avontuur aangaan. En dat is ook wat de ridder van staven doet. Maak zich niet druk over allerlei problemen die er kunnen ontstaan. Dat zien we wel terwijl we onderweg zijn. Ik ga gewoon die actie ondernemen met die vuurenergie. Het kan dus ook iemand zijn die actie onderneemt richting jou, maagd. Iemand die wil geven in een situatie en misschien in het verleden je in de kou heeft laten staan. Dus we gaan het zien. Het kan dus tweelingweegschaal waterman zijn. We hebben boogschutter en we hebben ramenergie. En onder op het dek hebben we leeuwenergie en dit is de zonkaart. Je kunt te maken hebben met iemand die heel jeugdig is. In zijn energie bedoel ik dan. Niet per se iemand die jong is, maar iemand die in zijn energie heel jeugdig is. Met die ridder van staven, de dwaas, de zon. Dat is echt de energie van vrijheid, blijheid. Ja, onbezonnenheid af en toe ook. Wat naïviteit misschien met de dwaas. Want de dwaas is iemand, ik ga er vanuit, ik kom op mijn benen terecht en ik spring van die klif af en ik denk verder niet na wat de gevolgen kunnen zijn. Waarom ligt hier de dwaas?
Die zon is wel de meest positieve kaart uit het deck. Maakt dus ook de minder goede kaarten. Of de minder positieve kaarten. Die pentakels 5 energie. Wordt eigenlijk als het ware met die zon recht getrokken. Waarom ligt hier de dwaas voor maart? Voor het resterende gedeelte van september. Waarom ligt hier de dwaas? De wereldkaart? De wereldkaart heeft te maken met een einde, een nieuw hoofdstuk. En zeker onder die dwaas. Een nieuwe start, een nieuwe wereld die er voor je open gaat. En ook de schildknaap van staven heeft te maken met creatieve ideeën. Jezelf uiten, passionele boodschappen die er binnenkomen. En een nieuw avontuur. Voor sommigen van jullie heeft het te maken met iemand die het gevoel heeft dat jullie connectie nog niet ten einde is. En een soort van risico neemt. Het kan iemand zijn, zoals ik zei, die in de kou heeft laten staan. En iemand die nu plotseling weer komt met communicatie. En ik denk, en die persoon denkt, ik ga het gewoon even proberen. Of het gaat lukken. En dit kan ook jouw energie zijn, als ik het over je persoon heb. En dan kan het ook jouw energie zijn, dus draai je de rollen om als het zo resoneert. Maar op dit moment is er iemand die zich zorgen maakt met de zwaarde 7 of iemand die, of de zwaarde 9. Iemand blijft aan een situatie denken, zit met zijn handen in het haar van hoe ga ik dit aanpakken. En het kan ook een soort van impulsieve actie zijn van iemand. Want die ridder van staven en ook de ridder van zwaarden, hele snelle energie. En die ridder van staven, die doet wel eens wat roekeloos of impulsief. Waarom ligt hier die munten 6? Munten 6. En maart, als je zelf op het punt staat om een soort van risico te nemen. Denk dan eerst even goed na voordat je actie onderneemt. En doe niets wat roekeloos is. Want dan kun je eindigen in die pentakels 5 energie. Als het te maken heeft met investeren in geld. Ja, dan kan het leiden tot een soort van verlies. Het kan ook een soort van leiding zijn om ergens aan mee te doen. Om je uit een bepaalde situatie te helpen. Financieel. Maar waar wel een soort van risico aan verbonden is. Waarom ligt hier de munten 6? Kelken 9. Ja. Tevredenheid, geluk, dankbaarheid, wensvervulling. Waarom ligt hier de pentakel 6? Een koningin van staven. Ram, leeuw, boogschutter. Dit kan... je kunt te maken hebben met een ramleeuwboogschutter. Onder op het dek ligt de kelken 5. Het kan ook zo zijn dat je zelf die energie omarmt van die koningin van staven. Ja, heel gepassioneerd. De koningin die opvalt in midden van alle andere koninginnen. De meest passievolle, sexy koningin, zeggen ze ook wel. Met die vurige, temperamentvolle energie. Niet bang zijn om anders te zijn. Iemand die echte controle heeft, onafhankelijk is. Het kan iemand zijn die zich heel erg fysiek ook aangetrokken voelt. We hebben heel sterk vuurenergie. Dus maart, je kunt ook ergens een plaatsing hebben in de vuurenergie. Maar hieronder op het dek ligt nog die kelken 5. Dus iemand heeft ergens spijt van, blijft ergens aan vasthouden. Ziet je misschien als een gemiste kans? Of jij ziet iemand als een gemiste kans? En als je zelf die vuurenergie draagt, of in die energie van de koningin van staven zit, dan zie ik jou zelf actie ondernemen, maagd. Een soort van risico nemen. Een sprong in de diepe wagen. En gaan communiceren met iemand. Waarom ligt hier die ridder van staven? De ridder van staven of ergens actie op ondernemen. En dat kan ook met werk te maken hebben.
Maar ik zie dat er iets naar je toe gaat komen, Maagd. Nog voor het einde van de maand. Iets wat echt naar je tevredenheid zal zijn, waar je dankbaar voor bent. Waardoor je je ook weer zekerder voelt. En het kan financieel zijn. Waarom ligt hier die Ridder van Staven? Ja, het kan met werk te maken hebben. We hebben de Pentakels 8. Want die Pentakel 6 heeft te maken met geven en nemen. Gelijkwaardig geven en nemen. De Ridder van Staven. Het kan zijn dat je een creatief idee krijgt. Van hoe kan ik mijn inkomen verbeteren, vermeerderen. Waarom ligt hier de Ridder van Staven? En je daar een poging gaat wagen. Waarom ligt hier die Ridder van Staven? Het is iets wat in ieder geval zorgt voor een gevoel van bevrijding. En een nieuw begin. Iets waar je goed bij voelt. Het kan iets te maken hebben met kinderen. Waarom ligt hier de Ridder van Staven voor Maagd? De Ridder van Staven. Universum, de Ridder van Staven voor het sterrenbeeld Maagd. Maar er is iets, er gaat iets gebeuren waar je echt heel enthousiast over bent. Dus waar je heel veel zin in hebt. We hebben de Kelken 6. Ja, nou, iemand uit het verleden kan dus terugkomen of een situatie... Uit het verleden iets wat je misschien in het verleden aan gewerkt hebt, niet afgemaakt hebt. Iets wat je weer opnieuw wil gaan oppakken, waar je weer opnieuw tijd en energie in wil stoppen. En je bent heel enthousiast, gedreven, gemotiveerd om weer die controle in handen te nemen. Om weer verder te gaan met datgene wat je ook gelukkig maakt met die Kelken 9. Dus het kan iets zijn of iets wat je altijd al hebt willen doen. Het kan iets te maken hebben, een beroep, wat ook te maken heeft met kinderen, zoals ik al zei. Maar voor sommigen van jullie komt er iemand uit je verleden terug. Iemand die het gevoel heeft, deze situatie is nog niet voorbij en ik ga het gewoon proberen. En kijken waar het schip strandt. Waar ligt die Pentakels 5? Waarom ligt hier die Pentakels 5 voor Maagd? De Sterkaart. Een kaart van healing, een kaart van hoop. Een kaart van wensvervulling. Waarom ligt hier de Pentakels 5? Dus iets gaat weer hoop brengen in een situatie. Pentakels 5. Iemand hoopt de dingen die er gebeurd zijn. En het kan zijn iemand in de kou laten staan, iemand ghosten. Iemand buitensluiten. En het kan jouw gevoel zijn, Maagd. Iemand hoopt dat er nog een kans is om samen te werken aan die situatie. Ook weer een kaart van hopen, van proberen te manifesteren, maar wachten. En dan zien we weer die dwaas. En de Kelken 5. Waarom ligt hier die Staven 3?
De geliefde kaart. En de zwaarde 3. Dit kan een connectie zijn waar je, ja, wat je echt ziet als iets wat je blij maakt. Je hebt een soort van visie met die staven 3, maar dit is, uiteindelijk heeft er iemand een beslissing genomen. En dit kan ook met een derde partij te maken hebben. Waardoor je in de kou voelt staan en je hebt nou het gevoel van, ja, ik heb misschien wat impulsief gehandeld. En dit kan iemand zijn die terugkomt met die kelken 6. Waarom ligt hier die kelken 6? Ja, de zwaarde 9. Waarom ligt hier de kelken 6? Zorgen maken. De staven 9 ook. En de schildknaap van kelken. Dus ja, er komt een boodschap van iemand. En het kan iemand zijn die vergeving wil. Of iemand die komt met een waarheid. Iets wat tot op heden misschien onduidelijk voor je was. Zal duidelijk worden. Want we hebben het oordeel, de aas van zwaarden en de maan. De maan staat voor die onduidelijkheid. Hier hebben we onder een bedekte zon. Dus je gaat je bewust worden van bepaalde dingen. Of er wordt letterlijk heel open en eerlijk een soort van waarheid aan het licht gebracht door iemand met die schildknaap van staven. Waarom ligt hier die schildknaap van staven? Waarom ligt hier die schildknaap van staven? De zwaarde 5. Ja, dat kan te maken hebben met conflicten, een verlies. Iemand die aan zichzelf heeft gedacht. Waar je misschien al een voorgevoel van hebt. Waarom ligt hier de schildknaap van staven? De gehangene. Dus een situatie die stilstaat, niet vooruit gaat, maar ook iets wat je op een hele andere manier zult gaan zien. Een persoon of een situatie die je vanuit een andere ooghoek gaat bekijken. Ja, daar gaat communicatie komen, Maagd, nog voor het einde van de maand. Dat is een kwestie van dagen met die aas van zwaarden die we zagen. Iets wat je niet weet, wordt duidelijk of daar komt communicatie over van de betreffende persoon. Of van een vuurteken kan het ook komen. Maar dit is iets wat ervoor zorgt dat je plotseling de dingen anders gaat zien en misschien ook dingen gaat loslaten. En het kan dus ook de bevestiging zijn dat een bepaalde hoop die je had, een soort van illusie die neergaat. En het heeft te maken met de situatie uit het verleden, soulmate energie. Met kinderen kan het te maken hebben. Maar iets brengt een hele snelle verandering met die ridder van zwaarden.
En het is belangrijk om geen roekeloze beslissingen te maken als het gaat over, ja, waar geef ik aan? Waar geef ik mijn tijd, mijn energie, mijn aandacht aan? Ja, en voor sommigen van jullie zie ik dus inderdaad dat je iets gaat oppakken waar je in het verleden aan begonnen bent of iets wat je altijd al graag hebt willen doen. En dit helpt je inderdaad om uit de situatie te komen van gebrek met die pentakels 5. En dan zie je dus inderdaad heel gedreven, heel gemotiveerd ja, actie ondernemen. Een risico nemen en in het diepe springen. Ja, maar dus dit is jullie boodschap. Als het resoneert, laat het me zeker weten. Ik wens jullie ja, nog een hele mooie resterende maand september toe en tot de volgende keer.